Na afloop van de Eerste Wereldoorlog breekt er een nieuwe tijd aan voor de Verenigde Staten. In deze video gaan we daar eens naar kijken. We richten ons vooral op de Roaring Twenties, de roerige jaren 20, waarin heel veel gebeurt, maar we gaan eerst eens even kijken naar de eerste paar jaar na afloop van die Eerste Wereldoorlog. Dat waren namelijk jaren waarin het niet goed ging met de Amerikaanse economie. De Amerikaanse industrie had op volle toeren gedraaid tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen had het leger en de overheid die hadden heel veel bestellingen geplaatst, maar ja, die bestellingen vielen nou allemaal weg en daardoor kregen verschillende industriële takken het heel erg zwaar. En de economie kreeg zware klappen te verduren. Er was sprake van inflatie, recessie en stijgende werkloosheid. Nou, inflatie wil zeggen dat het algemeen prijsspel stijgt. Producten worden duurder en je kunt met je geld dus minder kopen. Een recessie is gewoon een algemene achteruitgang van de economie. En die stijgende werkloosheid werd veroorzaakt doordat er een heleboel soldaten uit Europa terugkeerden en die wilden weer werk gaan zoeken, maar dat was vaak al door andere mensen overgenomen. En we zien de werkloosheid in de Verenigde Staten dan ook snel toenemen. In 1919 is het ongeveer 2% en twee jaar later in 1921 is de werkloosheid 12% van de beroepsbevolking. Dat is nogal wat. Dat zorgt dus ook voor een heleboel opschudding en dat zorgt er ook voor dat de angst voor het communisme toeneemt. En die angst werd ook wel de Red Scare genoemd, oftewel de angst voor het rode gevaar. En met dat rode gevaar wordt het communisme bedoeld. En je ziet dat hier ook op deze afbeelding. De Amerikaanse vlag, daar kruipt iemand onderdoor die op zijn pet ook Reds heeft staan. Hij staat voor het communisme en hij heeft verschillende dingen in zijn hand. Aan de ene kant heeft hij een groot mes in zijn hand waarop staat Bolshevism, oftewel Bolsjewieken. En de Bolsjewieken waren degene die in 1917, nog tijdens de Eerste Wereldoorlog, de macht over hadden genomen in Rusland. Dat waren Lenin en zijn mannen die voor een communistische revolutie hadden gezorgd. En Lenin verklaarde ook dat het niet alleen bij een revolutie in Rusland moest blijven. Nee, er zou een wereldwijde communistische revolutie plaats moeten vinden. En daarom werd in 1919 de Communistische Internationale opgericht, oftewel de Comintern. Nou, het doel daarvan was dus een communistische wereldrevolutie. En ook in de Verenigde Staten vond die roep weerklank, want er kwamen verschillende kleine communistische partijen in de Verenigde Staten, maar er kwamen ook een tweetal grote, zoals de Amerikaanse Communistische Partij, de CPUSA, en de Communist Labour Party of America. Dat waren de twee grootste, maar nogmaals, er waren ook een heleboel kleine communistische splinterpartijen. Aan de andere kant zien we op de prent in het midden ook dat die man een toorts vast heeft met erop het woord anarchy. Die economische recessie zorgde namelijk voor heel veel onrust. En dat betekende ook dat er heel veel stakingen werden gepleegd. En zo'n staking die kon uit tienduizenden mensen bestaan. En er waren zelfs anarchisten die allerlei bomaanslagen probeerden te plegen. Het was dus heel erg onrustig. De overheid moest daartegen optreden. En ja, die deed dat ook met harde hand. En daarbij gingen ze vooral achter mensen aan waarvan ze dachten dat die communistische sympathie hadden. Want dat waren volgens de overheid onruststokers die die stakingen en die aanslagen veroorzaakten. Nou, bij die arrestaties, daar werd het niet altijd zo nauw genomen met de burgerrechten. Want veel arrestanten werden bijvoorbeeld maandenlang zonder proces gevangen gehouden. En honderden immigranten werden naar Rusland gedeporteerd, terwijl veel slachtoffers in werkelijkheid niets hadden misdaan. Er was sowieso helemaal geen sprake van een revolutiedreiging en na de zomer van 1920 ebde de Red Scare dan ook geleidelijk weg, maar die angst voor dat communisme bleef toch wel bestaan in de Verenigde Staten. Maar goed, vanaf 1920 zien we dat de economie weer gaat groeien en dan groeit die sneller als ooit tevoren. En dat zien we vooral terug in twee takken van de industrie. Ten eerste de automobielindustrie die echt gigantisch uitbreidt. En aan de andere kant de elektrotechnische industrie, waarin dus allerlei elektrische apparaten gemaakt werden, zoals radio's en koelkasten en dergelijke. En ook in deze twee sectoren van de industrie zien we een ontwikkeling die we al vaker in Amerikaanse geschiedenis hebben gezien. De trustforming en die corporaties, die grote bedrijven die eigenlijk de industrie domineren. En in de auto-industrie moet je dan denken aan deze bedrijven, Ford, Chrysler, General Motors, nog steeds bekende namen. En in de elektrotechnische industrie zie je een bedrijf die sector domineert, dat heet General Electric. Hier minder bekend, maar in de Verenigde Staten echt een heel groot bedrijf. Nou, in deze twee takken van de industrie, maar ook in andere takken van de industrie, wordt de productie steeds rationeler. En daar hebben we al een voorbeeld van gezien in een eerdere video, dat lopende bandsysteem dat door Henry Ford wordt bedacht. En doordat die productie steeds efficiënter verloopt, want dat betekent rationeler, zie je dat de prijzen van de producten omlaag gaan.
Tegelijkertijd gaan de arbeiders steeds meer verdienen. En dat betekent dat de arbeiders steeds meer kunnen gaan kopen. Ze kunnen steeds meer consumeren. Amerika wordt echt een consumptiemaatschappij. En ja, de reden daarvoor die heb ik dus net al gegeven. We zien dat de lonen stijgen. Daarnaast komen er allerlei elektrotechnische producten, zoals koelkasten, zoals radio's, waar heel veel mensen interesse in hebben. Die maken het leven namelijk een stuk aangenamer en er komt dus ook een grote vraag naar. We zien ook dat die producten echt worden gepusht door steeds effectievere reclamecampagnes. Daar wordt ook weer veel gebruik gemaakt van dat nieuwe medium, de radio. En als je even zelf niet genoeg geld had om zo'n duur iets als een auto of een koelkast aan te schaffen, dan was het heel gemakkelijk om bij banken een lening los te krijgen. En het kwam ook steeds meer in zwang dat mensen niet spaarden om iets te kunnen kopen, maar dat ze juist producten op afbetaling gingen kopen. Ze schaften het product al aan, terwijl ze daarna in stappen nog dat product moesten gaan betalen. Ze werkten zich dus eigenlijk in de schulden met die onderste twee dingen. Maar goed, iedereen had het idee dat het alleen maar beter kon gaan met de economie. En daarom was een groot gedeelte van de Amerikaanse bevolking echt bezig met consumeren. Ze wilden hun leven verrijken met allerlei nieuwe producten. En ook zien we een sterke groei van de aandelenhandel en de speculatie op de beurs. Veel mensen hadden echt het idee dat het nooit meer slecht zou kunnen gaan met de economie, dat die beurskoersen alleen maar zouden stijgen. Dus veel mensen leenden ook geld om aandelen te kunnen kopen. Daar hoopten zij dan later een dikke vette winst op te maken. Nou, dit is ongeveer wat er leefde onder de Amerikaanse bevolking. Groot optimisme dus. Er was een heel groot geloof in het zogenaamde nieuwe kapitalisme, of in het Engels dus new capitalism. En dat nieuw kapitalisme, dat houdt in dat het oude kapitalisme met zijn armoede, uitbuiting en crisis, dat dat aan het verdwijnen was. Er zou het nieuw kapitalisme komen waarin er goede werkomstandigheden waren en welvaart voor iedereen, zonder crisis en zonder werkloosheid. En dat nieuwe kapitalisme zou bevorderd kunnen worden als de overheid nauw samenwerkte met de ondernemers. Dat zou zorgen voor een einde aan de uitbuiting van de arbeiders en dat zou voor algemene harmonie onder de Amerikaanse bevolking zorgen. En zo hoopte men ook dat het socialisme en het communisme ook nooit meer invloed zouden hebben in de Verenigde Staten. Amerikanen zouden er simpelweg geen behoefte meer aan hebben. Nou, dan zien we hier in het midden nog dat woordje overheid staan. Hoe stond die eigenlijk tegenover die economische groei? Nou, die overheid vond die economische groei geweldig. De presidenten van de jaren 20, Warren Harding en Calvin Coolidge, allebei, zoals je aan het symbooltje ook wel ziet, de republikeinen, die vonden dat zij de economie zoveel mogelijk vrij moesten laten. Ze hadden een groot vertrouwen in de ondernemers en die lieten ze zoveel mogelijk hun eigen ding doen. En ze hadden ook een groot vertrouwen in het vrije marktmechanisme. De overheid moet zich niet te veel bemoeien met de economie, niet allerlei beperkende wetten en dergelijke opleggen en allerlei dingen willen regelen, want dat zou de economie alleen maar verstoren. Dit zijn dus echt klassiek liberale economische ideeën. Laat het vrije marktmechanisme maar zijn werk doen. Laat de ondernemers maar het beste uit hun bedrijf proberen te halen, dan gaat het goed met de hele economie. Ja, en die overheid van daarvoor, niet per se van de Eerste Wereldoorlog, die bemoeide zich ook heel veel met de economie, maar ook die overheid van de Progressive Movement, die zich heel veel met de bevolking bemoeide, ja, die overheid die was dus eigenlijk even verdwenen. De invloed van de Progressive Movement was begin jaren 20 al echt afgenomen. Of dit allemaal een goed iets is en of het verstandig is dat de overheid zich niet bemoeit met de economie, nou ja, daar zullen we in een volgende video eens naar gaan kijken, als het helemaal misgaat met die economie.